Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien Bloemen en Interieur. I've got the power, you got the power, we got the power. Welkom bij Yes. Met naast mij vandaag Erna Smeekers. Erna, welkom. Dank. Ja. Erna, jij bent een bekende Bredana, een bekende Nederlander eigenlijk, hè? Nou, zo bekend ben ik niet hoor. Nee, valt wel mee. Nou ja, er is over jou geschreven in het boek Goed Volk, ja. Helden van Breda. Diverse media hebben al uitingen aan jouw verhaal gegeven. Jij bent oprichter van Tientjes, de Tientjesacademie, de Vrije Uitloop voor scharrelondernemers. En je bent bij mij bij de radioshow geweest. Ja. Je bent nu hier in het Rode Hert. Het is toch een beetje bekend misschien. Ja, toch wel. Ja. Ja. Hoe komt dat zo? Ja, dat weet ik dan weer niet. Ik bedoel, ik weet niet hoe bekendheid komt, maar ik denk dat we wel dingen doen die de aandacht vragen. Want jij helpt minima eigenlijk, hè? Mensen ja, met een minimum inkomen. Helpen, vooral als ik zelf. Ik ben niet zo van het helpen. Ik ben geen helper. Nee, wat dan? Ik verzin leuke ideeën. En ik heb ideeën over hoe het anders zou kunnen in onze maatschappij. En dat doen we vooral aan de toch wel ingewikkelde onderkant van Nederland. Die dus dat ook het sociaal minimum verdient. Ja, mensen met weinig geld. Ja. Mensen die, die in wat ingewikkeldere situaties, vooral financieel zitten. Daar werken wij mee. Ik ben zelf onderdeel van die groep. Dus ik heb mezelf daarin ook gewoon uitgevonden. Het is ook wel door mijn eigen situatie gekomen dat ik die wereld heb leren kennen. Ja, want jij, even kort samengevat, hè, je hebt, bent lang getrouwd geweest, 4 kinderen. Op een gegeven moment ging jij toch een moeilijk huwelijk, als ik het zo mag zeggen, scheiden. Je stond er alleen voor met je 4 boys. Ja. Toen werkte je op een zorgboerderij, maar leefde van het sociaal minimum. Deed dan ook nog een NLP-opleiding en toen was het allemaal te veel en raakte je burn-out. Ja. Zeg ik het zo goed? Ja. 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 Hoe is dat geweest voor jou toen? Nou, dat was wel heel confronterend. Confronterend om te merken dat, weet je, ik ben iemand die hier lang zit, is al best een opgave. Ik ben van het rondspringen en het staan en weet je, ik ben veel energie. Ja. Veel energie. En toen ik burn-out raakte, was ik zo energieloos. Dus dat is een hele rare gewaarwording. Ik kon gewoon echt niks, alleen maar huilen. Zoveel, ja, wat allemaal opgekropt en weggestopt en doorgerend was. En nou ja, ik ben mezelf behoorlijk tegengekomen. En zoals je al zei, ik deed een NLP-opleiding. Die heb ik gekregen, by the way. Dat was een geschenk van de mannen van Commitments. Wat mijn leven enorm ingrijpend veranderd heeft. Een organisatie die NLP-opleidingen geeft, doet. Ja. Daar leerde ik communiceren en werd ik geconfronteerd met het fenomeen dat wij van alles leren op school. En weet je leert Frans en wiskunde en aardrijkskunde en Grieks en weet ik het wat allemaal nog meer. Maar leren communiceren leer je niet. En nou ja, NLP bood mij en biedt mij zoveel tools. Ja, wat voor tools biedt het jou dan? Ik heb NLP gedaan vanuit persoonlijke ontwikkeling. Of je kunt van alles vinden en zeggen over NLP. NLP is voor mij een gereedschapskist met communicatietools. Waar NLP over gaat, neurolinguistisch programmeren, gaat echt over hoe, wat zeg je tegen jezelf, hoe programmeer jij jezelf en hoe zet je jezelf neer in de wereld. En dat deed ik helemaal niet. Ik zette mezelf wel neer als een marionet. Ik was een superpleaser, een mega confrontatiemeider. Ik had nooit geleerd om dingen uit te spreken, dus ik vond altijd alles maar goed, grenzeloos, weet je. Ik was een soort, ja, een gehandicapt plasje water noemen we. Gehandicapt plasje water. Want wat dan, als je het wel uit zou spreken, wat zou er dan in jouw beleving gebeuren voorheen? Nou ja, ik dacht altijd, als ik uitspreek wat ik niet fijn vind, dan komt het nooit meer goed tussen ons. Dus dan gaat die ander gaat definitief weg. Dan word ik afgewezen en afgeschreven. En nou ja, weet je, daar ben ik zo mee opgevoed. En wat jij hebt gezegd, jij bent jouw proces aangegaan en wat het jou heeft gebracht is dat je een heel groot geschenk ervaar jij dat zelf als het accepteren van jezelf, gewoon zoals je bent. Wie ik ben. Weet je, this is me en je krijgt me zoals ik ben en
Ik heb meer dan 40 jaar gevochten tegen vooral een helft van mij. Zeg maar, mijn chaos en mijn druk zijn en mijn alles. Maar dat betekende meteen ook dat al mijn talenten niet uit de verf kwamen. En door NLP heb ik echt geleerd om mezelf te accepteren, om te durven zeggen, om te accepteren dat ik er mag zijn met alles wat ik bij heb. En ja, dat is wel het grootste geschenk wat ik mezelf ooit gegeven heb. Dat ik, weet je, this is me. En je mag me helemaal hebben, dan krijg je mijn chaos en heel de drukte en alles erbij. En dan krijg je mijn enthousiasme en mijn tomeloze energie en mijn eindeloze ideeën die gewoon komen, waar ik niks voor hoef te doen. Ja, want dat is dan die andere kant weer van de chaos. Dat is de andere kant, ja. Ja, ja. Dus de andere kant van chaos zit een mooie kwaliteit en dat is de creativiteit bijvoorbeeld dan. Bijvoorbeeld, ja. Ja, mijn enthousiasme en mijn ja, toch wel onconventionele kijk op van alles, mijn ideeën. Noem eens een idee. Nou ja, een van de dingen die, weet je, ik ben uiteindelijk in de voedselbank en de bijstand terechtgekomen en ben gaan nadenken over, ja, dit kan toch niet zo zijn in Nederland dat er zoveel mensen moedeloos en moe en uitgeput. Ik zeg dan altijd op de bank. Ik krijg altijd veel felle reacties. Mensen, ik zit helemaal niet op de bank. In een uitkering in elk geval. Ja. In een uitkeringssituatie zitten. En nou ja, zo ingeperkt door regeltjes. En op het moment dat er ingeperktheid komt, dan gebeurt er in mij iets. En dan denk ik van, dat zullen we eens meemaken. Dan moeten andere oplossingen zijn. Weg met die ingeperktheid. Ja, hopsakee, ja, eruit. Nee, ja. Elk mens heeft het recht om een plek op deze aarde te hebben. Je bent hier niet voor niks. Maar je moet af en toe wel echt op je podium gaan staan. En dat hebben we gewoon echt afgeleerd. Het zorgsysteem in Nederland heeft mensen zo bang gemaakt en monddood en non-actief. En dan denk ik, wauw, er zijn mensen met zulke mooie kwaliteiten. Ja, en vanuit dat enthousiasme, ja. Geef jij juist trainingen en ga jij met mensen aan de slag? De kans, weet je. En NLP was voor mij echt een eye-opener. Net zoals verbindende communicatie, dat op in een later stadium op een nog dieper niveau is geworden, had ik echt zoiets van, dit moeten alle mensen kunnen leren. Die dat willen, moeten die mogelijkheid krijgen. Er zijn 100 NLP-instituten in Nederland, want NLP is super duur. En toen heb ik bedacht van, ja, maar er moet er gewoon ook beschikbaar worden voor mensen die niet die 3000 of 5000 euro hebben. Dit moet beschikbaar worden voor alle mensen. Voor alle mensen, ja. Vanuit liefdevolle intentie, ik maak jouw leven mooier, jij maakt mijn leven mooier. Even checken, wat gebeurt hier nou precies? En daar even bij stilstaan. Maar dat vraagt alle minuut bewustzijn wat in mij gebeurt. Want ook stempelkaartjes kunnen zich razendsnel opvullen. Dus geweldloze communicatie is een simpel model wat vraagt dat je wakker bent, thuis bent, in jouw systeem. Om helder te hebben, wat gebeurt er nou in mij? Dan ontstaat er aan jouw vrijheid, concentratie en die helderheid. Die helderheid en die concentratie geven hoofdopenheid. Ja. De vrijheid geeft creativiteit. En als die er zijn, komt passie en hartstocht. Als er passie en hartstocht zijn, dan wordt het dan. Kijk, aan de beurt. Oh, gemeen! Ja, dat klopt. Wat loop je uit? Voor het geval hier mensen zitten die denken, oh my god, dat lukt maar nooit. We kunnen het allemaal. Ja, we kunnen het allemaal, Erna. Jij zegt daar, NLP, geweldloze communicatie, verbindende communicatie, vraagt dat je wakker bent. Ja. Maar wat betekent dat dan? Wat kunnen we dan allemaal? Bewust worden van wat je zegt, hoe je dat onderstreept met je fysieke onderstreping, met je non-verbale communicatie. En ik denk, wat we vooral allemaal kunnen is liefhebben. En daar gaat het volgens mij uiteindelijk allemaal over. Dalai Lama, een groot voorbeeld in mijn leven, zegt van er is wijsheid en liefde. En die liefde, die mededogen, dat is wat ons geluk brengt, vreugde brengt. Ik ben nou het boek aan het lezen van vreugde, wat precies vreugde is, van Desmond Tutu en de Dalai Lama. Waarin ze ook zeggen van alle mensen streven naar geluk. En meer nog willen we vooral vreugde in ons leven krijgen. En dat is iets wat kan. Nou, als ik jou zo zie en hoor, dan is het een en al vreugde. Ja, dat betekent, ik zeg wel eens, dan zeggen mensen, ben je altijd zo blij? Dat is helemaal, weet je, mijn leven is geen roze wolk. Er is gewoon de dagelijkse shit en gewoon alle. Mijn leven is gewoon. Toch wel, het is niet alleen maar pas en vree als je op een andere manier ligt communiceren. Je leert veel meer luisteren naar jezelf en openstaan voor die ander. En een heel belangrijke inzicht vanuit verbindende communicatie is wat die ander ook zegt, wat die ander ook doet.
dat gaat niet over mij. Dus als jij kwaad wordt omdat ik iets doe, is dat niet mijn kwaadheid en ik doe niks verkeerd. Die kwaadheid zit in jou. Maar wat nou als je wel iets doet wat bijvoorbeeld irritatie bij me opwekt? Maar dan is jouw irritatie. Want wellicht roept het irritatie bij jou op. En wordt het voor hun dat ze echt denken, ja, waarom heb je het? Jij wordt geïrriteerd. Dat ligt eraan wie waar begint. Verbindende communiceren is super simpel. Ik bedoel, waar het over gaat is dat wij... Marshall Rosenberg, het is het model van Marshall Rosenberg, die zegt al 5000 jaar zitten we in jakhalstaal. En wat is dat, jakhalstaal? Jakhalstaal is de taal waarin we het spel spelen, ik heb gelijk. En op het moment dat ik gelijk heb, heb jij geen. Dus jij doet iets, nou vind ik jou stom. Ja, bijvoorbeeld. Dus daarin oordelen we, analyseren we, nou, dat doen we van alles in. En daardoor verdien, als jij iets stoms doet, verdien jij straf en verdien ik beloning, waardoor we ongelijkwaardigheid krijgen. En Marshall zegt, daar zijn wij als mensen helemaal niet voor bedoeld. We zijn bedoeld om elkaar lief te hebben. Betekent niet dat we eindeloos met elkaar in bed moeten. Weet je, het gaat helemaal niet over het seksuele stuk. Het gaat erover dat we gewoon op een liefdevolle manier met elkaar omgaan. Ja. Wij hebben een natuurlijk vermogen om te geven. Natural giving noemt hij dat. Alle mensen worden geboren met dat vermogen. En daarin worden we afgeleerd. We worden afgerekend op van alles. Dus we gaan strategieën inzetten. Want wat doen wij mensen? We vervullen behoeftes. We hebben allemaal behoeftes. Maar hoe dan wel? Hoe zou je dan bijvoorbeeld kunnen communiceren? Nou, hoe zou je dan aan kunnen geven van het irriteert me? Ja, bijvoorbeeld. En door dat heel erg vanuit mezelf te doen. Weet je, als jij iets doet wat mij irriteert, want dat is voor mij. Wat zou je dan tegen mij zeggen? Nou, dan zou ik bijvoorbeeld tegen jou kunnen zeggen van, goh, als ik jou hoor zeggen, en dan zeg ik wat jij zegt, letterlijk, dan merk ik dat ik, ik schrik vaak, hè. Ik ben niet zo van irriteren, ik heb wel het gevoel van, oh my gosh, ik doe het niet goed. Dan merk ik dat ik schrik. Ik heb heel erg behoefte aan harmonie. Hoe is dat voor jou om te horen? En dat klinkt nou heel, ja, schools of zo, maar als... Nou, het creëert wel meteen een opening. Ja. Ik voel dan wel aan mezelf van, oh ja, voel jij je zo? Dan zou ik wel graag in gesprek willen. Ja, precies. In plaats van dat je zegt van, nou, wat jij nou doet, dat vind ik niet leuk. Ja. Of te stom, of dat, hè, whatever. Ja. Zo, die verschillen bedoel jij dan? Ja. En, nou ja, Marshall heeft daar... Ik heb ze meegebracht, zal ze toch even laten zien. Dat vind ik zo ongelooflijk. Ja, ze heeft leuke poppetjes en alles meegebracht. Een hele tas vol. Een tas vol poppen. Wat Marshall zegt, weet je, we zijn gewend om ons uit te drukken in de jakhalstaal. En die het verwijtende. Oh, Sarah vindt die jakhals ook heel leuk. Ja, die vind jij ook heel lief. Die jakhals die roept en die schreeuwt, die oordeelt en die vergelijkt en die beloont. En hij zegt, maar we hebben ook een giraf. En die giraf in ons, dat is het landdier met het grootste hart. En die staat hoog op zijn poten en die is in staat om waar te nemen. Dus die staat hoog en die kijkt. En die kijkt niet op ons neer, maar die heeft overzicht en die kan zien van, goh, wat gebeurt daar? En dat is ook die eerste stap in dat hele verhaal. Als wij gedoe hebben, dan zitten we raken in emotie en ik ga jou verwijten en we gaan vergelijken en ik vind van alles van jou. En trek dan die giraf in jezelf eens omhoog en ga gewoon eens kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Jij zegt dubbele punt aanhalingsteken tatatata. En wat doet dat met mij? En dan ga ik gewoon in de waarneming. Dat is dan de eerste stap. De tweede stap is dat ik de boel stilzet en in mezelf eerst maar eens ga onderzoeken. En hoe voel ik me daar dan bij? Ik krijg een knoop in mijn maag, mijn knieën die beginnen te trillen. Of komt die ding dat ik denk. Of ik voel mijn vuisten afhankelijk van wat er met mij gebeurt. En al die gevoelens zijn niks anders dan boodschappers van een behoefte die niet of wel vervuld is. En daarover ga je dan in gesprek. Zo van, en welke behoefte? Waar gaat dit nou eigenlijk echt over? Daarover, want ik ga even onderbreken. Ja, we zitten toch met de tijd helaas van onze talkshow. Daarover, als je daar dus meer over wil weten, dan geef je daar binnenkort. In februari start jij een cursus over, toch? Ja, mijn grote droom zou zijn om heel Breda te krijgen in de verbindende communicatie. Heel mooi ook zo nu net het nieuwe jaar, mooi voornemen misschien ook. En we hebben een heel mooi deal met de Bredaanse Vrijwilligersacademie waar we nou mee samenwerken, dat de basiscursus voor, en er zijn ongelooflijk veel mensen die vrijwilligerswerk doen in Breda, mogen dan gratis 4 avonden de introductie verbindende communiceren bij ons. Leuk, ik ga in ieder geval meedoen als vrijwilliger hier bij Yes. Ja, je kunt ons mailen als je mee wil doen. En ook als je geen vrijwilliger bent, hè, kun je meedoen? Dan kun je meedoen, dan vragen we €25 per avond. Dus dan krijg je 4 avonden zeg maar voor €100 in onze Tientjes Academie. En ja, brengen we je de beginselen bij van dit fantastische systeem waar je echt
ja, kunt uitreiken naar die ander en op zoek gaat naar de schoonheid van die andere mens. Op zoek gaan dus naar de schoonheid van jezelf, maar ook van de andere mensen die je voor je hebt. Dat draag je uit met de Tientjesacademie, dat draag je uit met de scharrelondernemers, de vrije uitloop. En dus als je wil, een cursus verbindend communiceren. Dankjewel Erna. Graag gedaan. Daarvoor heb ik een bloemetje voor je meegebracht. Nou, in ieder geval Violien heeft dat hier in het rode echt neergezet. Dankjewel. Alsjeblieft. Echt heel mooi. Leuk. Ik zou eigenlijk jou een bloemetje moeten geven. Dat zei ik al. Dankjewel. Ja, dankjewel. Tot de volgende, yes. Every single day you just got to say I got the power, you got the power, we got the power. Power! Talking about power, yeah. I got the power, you got the power, we got the power. Every single day you just got to say I got the power, you got the power, we got the power. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Het Rode Hert en Violien, Bloemen en Interieur.